It's a team that where you need to be absolutely ready to play against them, because they will bring all the energy into it, and you will have to match that. Otherwise, it will be a very, very tough game for you. And even if you match it, then you still have to beat them first. Speelronde 3 staat voor de deur. FC Utrecht gaat het opnemen tegen PEC Zwolle. En de kans op een gelijkspel, die is toch wel vrij groot. Van de laatste 5 ontmoetingen met PEC Zwolle in de Eredivisie eindigde er 4 in een gelijkspel. Uitzondering, dat was de 5-1 thuiszege hier in Stadion Galgenwaard. Deze voorzet behoorlijk hoog. Van de Hoorn komt daar wel hoog en die bal gaat er dan nog in. Maar wie geeft het beslissende zetje? Is het Jansen of Van der Hoorn? Het is in ieder geval 5-1. Kijk je naar de laatste 17 ontmoetingen met PEC Zwolle, dan is de stand als volgt. 1 keer maar verloren, 7 keer een gelijkspel en 9 keer wisten wij er met de winst vandoor te gaan. De laatste keer dat wij er met de winst vandoor gingen in Zwolle, dat was in oktober 2015. In de dying seconds van de wedstrijd wist Sebastian Haller zijn penalty binnen te schieten. 1 specifieke supporter in het uitvak was daar wel heel erg blij mee. Goed kijken. Haller mist eigenlijk nooit. Utrecht al zoveel strafschoppen gehad. En hij schiet allemaal zo feilloos binnen. En ook deze. Nijland faalt, Haller niet. Dat doet hij nooit vanaf 11 meter. Spanning ook bij Jansen en daarna de ontlading, want de 3 punten zijn binnen. Het duel tussen PEC Zwolle en FC Utrecht eindigt dus vaak in een gelijkspel. Toch hebben we een positieve balans uit bij PEC in de Eredivisie. 6 keer gewonnen, 11 keer gelijk en 5 keer verloren. Utrecht kan weer in de aanval. Gustafsson, dat is een lekker schot en een mooie goal ook. 7e minuut, FC Utrecht staat met 1-0 voor na een uitstekend begin van de ploeg van Dick Advocaat. Bij PEC Zwolle komen een aantal oude bekenden tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Davy van den Berg of Eliano Reinders? Maar ook Obdi Velano speelt tegenwoordig in het blauw-wit van PEC Zwolle. 8 jaar lang speelde hij in het rood-wit van FC Utrecht. 108 competitieduels voor jong FC Utrecht en 3 in het eerste. Velanos. En dat is 7. Lekker afgerond hoor. En iedere keer als Jong Ajax een doelpuntje maakt, antwoordt Jong Utrecht op dezelfde wijze. Van de laatste 10 duels in de Eredivisie tegen clubs die net waren gepromoveerd, verloren wij er maar eentje. Ja, en de persoon die er het vaakst van houdt om tegen dat soort clubs te scoren, dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. Tasos Doufikas. In de 4 wedstrijden die hij speelde tegen clubs die net zijn gepromoveerd, wist hij 3 keer te scoren. Boussaïd een keer met een hoekschop en die schiet door en die is binnen en het is Doufikas! Het is Doufikas die het maakt! Doelpunt nummer 19! Oké, feitjes genoeg. Hoog tijd om vooruit te blikken op het duel met de Zwollenaren. Michael, flinke domper natuurlijk vorige week. Hoe heeft je team erop gereageerd deze week? Ja, we were disappointed, but that's been trained really well. We've been looking at on how to go forward and make a good plan for the next game. Ja, niet goed natuurlijk. Ik heb 2-0 verloren, dus ja, maar probeer het positief te bekijken en eruit te halen wat je toch goed hebt gedaan. Ik denk dat je die wedstrijd hebt verloren op een paar momenten. En ja. Maar ja, we hebben aankomende zondag weer een nieuwe wedstrijd, dus ja, daar moeten we weer voor gaan. Zondag wacht PEC Zwolle. Van de laatste 5 ontmoetingen 4 keer in gelijkspel. Kan je verklaren waarom het zo moeilijk is om hun te verslaan? It's a team that where you need to be absolutely ready to play against them, because they will bring all the energy into it, and you will have to match that. Otherwise, it will be a very, very tough game for you. And even if you match it, then you still have to beat them first. Voor mij is de wedstrijd hetzelfde als elke wedstrijd. Ik ga gewoon mijn ding doen en 100% geven. En kijk niet anders op naar de tegenstander, ongeacht wie het ook is. Wij moeten gewoon ons eigen spel doen, ons eigen ding doen en ja, dat. Hoe ga je ze bestrijden zondag?
well, we need to know that that they're gonna be ready for the game. We're gonna know that they are ready to fight for the second balls. We need to do that. Then we need to get the ball away from that areas and play with them. Deze week werd bekend dat jij een nieuwe teamgenoot hebt, Oscar Fraulo. Wat is je indruk van hem tot nu toe? Ja, goede speler, aardige jongen. Past zich goed aan in het team en doet gewoon zijn ding. Yeah. He comes with a lot of energy and he's already shown that that he's a good player and I think he will fit good in the group. Hij loopt nu achter je, dus hij vindt het leuk om te horen, denk ik. Oscar. Ja, nee, gewoon positief. Hij is de 11e Deen in dienst van FC Utrecht. Weet je hoeveelste jij bent? No. Jij was nummer 4. Okay. The Netherlands is always a good country to go to for Scandinavian people. The football fits very well, so it's always a location you look for. Hoe staat je team er fysiek voor? Yeah, good. It's been a long preseason, and I think everybody is fit. Je wordt gesteund door een uitverkocht uitvak. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik alleen maar mooi. Ik hoop ze te horen. Maar dat komt wel goed. Dit was de match preview van deze week. Bedankt voor het kijken. Hopelijk op naar de eerste 3 punten van dit seizoen. En Dick, wat vond je van deze video? Later.